Zes lange maanden bleven de terrassen leeg. Op de mooiste dag van de week was het eindelijk zover. Mensen konden met een drankje en een hapje genieten van de lentezon. Dat het wachten lang had geduurd, was goed te merken. Toen de terrassen om 12 uur openden, zaten ze in een mum van tijd vol. Vooral in Nijmegen was de terrasbehoefte groot. Er ontstonden vrijwel meteen zelfs wachtrijen. Op andere plaatsen in de regio bleef het rustiger. In Beuningen en hier in Wijchen waren niet alle plaatsen meteen bezet. Voorlopig zijn de terrassen slechts beperkt open. Alleen tussen 12 uur en 6 uur kunnen mensen er terecht.